Jan heeft toevallig net een boekje uitgebracht, net op deze dag. Oh, dat is nou ook toevallig. Wel eerder uitgebracht, dat boekje, maar... Ja, mooi, hè? Precies vandaag. Ja. Ja. Komt goed uit. Niet. Dat... Ja. Nee, ik heb het maandag gepresenteerd. Dat in weet ik wel, maar het is vandaag natuurlijk beter. Ja, dat past wel. Nee, maar je kan het in één avondje kan je het uitlezen. Ja. Is geschreven door een journalist, Elke van Riel. Het is handzaam, in Jip en Janneke taal. Ik wilde het eigenlijk speciaal aan Johan aanbevelen. Als je dat in één avond uitleest, dan kan hij een stuk verstandiger dingen zeggen... over is... natuur en milieu en stikstof. John de Bever is niet zo fan van de man aan de bar. Dat geldt. Maar het wordt wel tijd dat John ook met een wetenschappelijk boekje dat komt. Lijkt mij ook. In Jip en Janneke taal. Ja. Tot slot, Jan aangehoord hebbende... Ja? Hoeven we hem niet naar de Goed Nieuws Show te sturen. Nee, was je niet in thuis, Jan? Dat, nee. Nou, als je het boekje leest, juist wel. Ja. Dan moet je het ook lezen. Ja, nee, maar dat zal ik zeker doen. Ja. Want ik wil hier niet meer voor de tweede keer verloren gezet worden... door de eerste beste specialist. Nee.